Goedemorgen vanuit de douche in ons hotel. En lekker dat dat is, zo zalig. Het is de eerste keer voor ons jullie kennen in de douche. Dat is leuk, makke. Aha! Onze Jules is zo flink in de douche, zeg. Ja, zeg. Hij zit graag onder de douchestraal. Nee. Lekker, hè? Zie je hem genieten. Zijn we ermee weg? Yes. Het was zalig om met onze Jules onder de douche te gaan. Echt waar. Hij genoot ervan, ik genoot ervan. Het was een leuk papa en zo'n momentje. Echt waar. Hij heeft mij genoeg energie gegeven om heel deze dag door te komen. We zijn nu met de buggy aan het rijden. We rijden het hotel uit. We gaan wat eten. We hebben Jules wel eten gegeven, maar mama en papa die hebben nog niks binnen. Ja, dus het wordt dringend en hoog tijd dat mama en papa wat naar binnen krijgen. Ja. En daarvoor heeft Jolien een heel goed idee. Toch? Ja. Vertel. We gaan eigenlijk proberen of dat we een tafeltje kunnen bemachtigen in Campader. Dus dat is eigenlijk het kiekenkot. Ik ben zelf wel eigenlijk vegetariër. Maar Jeno, daar vind ik dat hij dat toch wel zeker als toch wel een keertje mag eigenlijk proberen. Ik ken het niet. Ik vond dat vroeger de beste kip ooit. Dus kijk, bij deze wil ik dat jij die experience ook hebt. Ja. Dan ga ik wel zelfs nog even iets kleins zien. Het is hier een rollercoaster, hè? Kijk maar hoe stijl dat deze ramp is. Trouwens, ik vraag me af hoe dat iemand met een rolstoel hier ooit naar boven kan rijden. Toch niet als die, ja, zelf elektrisch, denk ik dat daar niet goed komt. Voilà, voorzichtig. Ja, dat kriebelt, hè? Hier zie je iets hangen, dat wou jij nog al heel erg lang. Sinds dat we hier zijn Tree of Life, wou je heel graag. En kijk eens. Wat staat er van achter in onze auto? De Tree of Life. Hij is gekocht. Hij is gekocht. Het is ook een beetje het teken van onze Jules eigenlijk. Ja. Toen we hier aankwamen, zagen we hem ergens hangen op een marktje. En toen zeiden we van, goh, die willen we eigenlijk wel. Maar we hebben die toen niet gekocht. En spijt van het. We hebben doorgereden en daarna hadden ze niet meer op dat marktje. En dan op de terugweg dachten we van, we hopen dat die dan terug op dat marktje verkocht wordt. Maar ja, we hebben zelf niet meer op dat marktje geraakt. We passeerden hier en ze hebben hem hier hangen. Kijk, okay, goed, hè? Ja. We zitten weer terug in de auto en onderweg naar een. Ik ben een beetje emotioneel aan het worden van de Tree of Life. We zijn onderweg naar een restaurant. Ja, dat ik net heb je net al verteld. Ja, dat zijn we altijd onderweg. Ja. Maar we zagen het, we zagen het hangen hier. Ik zeg, kom, we moeten echt stoppen. Ja, en we hebben ook nog heel erg mooie bloempotjes gekocht, hè? Hele mooie bloempotjes. Ik denk dat iets wordt voor in België te laten zien, want ze zitten nu allemaal in goed ingerapt. Ja, zo. Ja. Kijk, naar het restaurant. Dat is een speciaal momentje. Ja. Kijk eens hoe braaf onze Jullie weer aan het slapen is. We moeten hem eruit halen, hè, want we kunnen moeilijk in een auto achterlaten. Dat zouden we niet doen, hè? Voor alle duidelijkheid. Oh, wat een dropje. Goedemorgen. Wat een mooi pakje trouwens. Daar zijn wij nu, hè? Klein jongetje. I love yoga. Winnie the Pooh. Oh. Dat is papa's grote vriend, hoor. Ja. Oh ja, hoor. Oeh, dat lachje. Kijk, er kan een lachje naar. Oei. Nu niet meer? Nu niet meer. Hij is nog moe en papa begint te dansen, zegt. Is dit nu het befaamde restaurant? Dit is dus hier het hele bekende kiekenkot hier. Het kan niet alleen maar dat goed zijn, want kijk eens hoe druk dat het hier is. En dus nu om 2:30, dus ja, allemaal mensen. Spaanse tijd natuurlijk, hè. Dat is ook wel waar, maar toch. En, hoe vind je het? Heel lekker. Heel lekker? Ja. Wat doet het aan eigenlijk alle verwachtingen die je ervan had? Ik had er geen verwachtingen van, maar ik vind het wel heel lekker. Oké, goed. Ik heb hier terwijl ook nog een lekkere salade en ook nog broodjes daarbij. En onze Jules die heeft zelfs nog een lekker papflesje, want hij is aan het wakker worden. Dat is zo mega eigenlijk typisch, hè? Dat een baby wakker wordt wanneer dat je begint zelf te eten. Dat is lekker kippetje. We zijn al terug in de auto gestapt. We zijn terug naar het hotelletje gereden. Ja, ik moet het juist stijgen voor onze Jules.
Ja, want Jules die wil graag nog een siesta doen. En dat vindt papa helemaal niet erg, want die is ook wel een beetje moe. Hè? Ja. Van al dat autorijden de afgelopen dagen weer al. En ik heel blij dat we terug eventjes kunnen uitblazen in onze airconditioning kamer. En we slapen in een bijzondere kamer, want ze weten dat we hier op een bijzondere missie zijn. My name is 007. Aha! Yes. Ik ben hier nu in de kamer aan het afkolven. Ik heb net ook nog een dutje gedaan en ik werd wakker en ik zag dit. Het is gewoon kei lief. Kijk wat. Mooi toch, hè? Zo'n vader-zoon momentje even samen een dutje doen. Dat is gewoon zalig. Ik dacht, ik ben nu toch aan het afkomen. Ik ga even buiten op het terrasje zitten. Een beetje genieten nog van het mooie weer hier. Dus ja, daar gaat het dus dichter en dichter. Ik ga nu richting België gaan. Zal het volgens mij ook minder en minder mooi weer worden. Het is gewoon fantastisch. Het is gewoon zalig genieten hier. Ik heb een lekker dutje gedaan. Ja. Hoeveel uur zou ik geslapen hebben? Een stuk of twee? Drie? Uurtjes denk ik ongeveer. Ja, samen met onze Jules. Ja. Jij hebt ook wel een beetje geslapen. Ik heb ook even geslapen. Ja. Het is zalig. Dat deugd doet. Het is zalig hier. Moet eerlijk zeggen, in Torrevieja was het super warm. Zelfs als je daar buiten kwam, wanneer het de zon onder was, was het er nog altijd puffen en zweten. Ja. Bij momenten natuurlijk, het is daar altijd, het weer verandert daar ook continu. Ja. Maar hoe noordelijker je gaat naar Spanje, hoe minder dat je van die hele zwoele ondraaglijke avonden hebt. Ja. En hier is het weer, ja, eigenlijk is het hier ook zwoel, maar het is hier echt aangenaam. Hè. Je kan hier echt buiten komen, ja, s'avonds. In Torrevieja was het ook veel meer vochtig ook s'avonds. Het is hier zeker aangenaam. Weer, ja, we mogen niet klagen. En ook met dit prachtige mooie uitzicht. Je ziet het hier, de stranden, het water, het stadje hier een beetje verder. De lichtjes die branden. Oh, zalig hè. Buiten dat het wel vakantiefeeling is, hadden we hier normaal niet nog eens twee nachten geslapen en dergelijke. Dat niet, waarschijnlijk ook niet. Wel eigenlijk in gedachten om toch eerst nog wel even uit te stoppen, een paar dagen voor nog even de lunch. Ja. Maar nu blijven we hier nog twee nachten. Ja, we doen dat eigenlijk vooral in functie van onze zoon. Ze zou het bijna niet geloven, hè, want effectief, we genieten hier ook wel weer van. Je moet hier maar dan maar van genieten. Hè. Je moet hier maar pakken zoals het is. Liefst dan al zou ik nu met onze zoon eigenlijk thuis willen zitten. Ja. Opletten met de buggy dat je niet op de rem drukt. Ja. Liefst dan zou ik gewoon thuis willen zitten. Maar alleen, dat is niet zomaar te gaan. Ja. Of we zouden met het vliegtuig moeten gekomen zijn, maar dat werd afgeraden door de dokters. Wat ik trouwens ook niet helemaal achter staan en die oogjes, dat is toch goed en zo. Dus het is beter zo, op deze manier. Maar ja, dat hangt natuurlijk wel aan vast dat we heel veel moeten stoppen en dat we eigenlijk nog niet weten exact wanneer dat we thuis gaan zijn, omdat dus onze zoon onze maatstaf is. Hè. Als die begint te huilen en ja, ook wanneer het niet meer verantwoord is om nog verder te rijden, want hij mag maar een aantal uur per keer in de autostoel zitten. Per dag, dat is ook logisch, dan moeten we weer ophouden met rijden. En we nemen echt wel die verantwoordelijkheid heel serieus. Dus we deden dat trouwens ook al bij jou. Hè. Voor iedereen, hè? Toen dat we heen zijn gereden, was Jean zwanger. En dan had de gynaecoloog gezegd van om de hoeveel uur? De 4 uur? Om de vier uur stoppen voor een half uur te wandelen. We hebben dat ook effectief gedaan. Hè. Daardoor heeft ze geen hardere buiken gehad die ze had. Ze is daardoor zelf ontspannen geraakt. Ja. Haar benen zijn ook niet opgezwollen. Haar bekken die zaten juist en dergelijke. Dus dat was eigenlijk wel heel erg positief. En dat kwam ook omdat we gewoon de raad van de gynaecoloog hebben opgevolgd. En op die manier heeft zij niet te klagen gehad eigenlijk. Ja. Hè. Heeft ze daar heel ontspannen om kunnen gaan. Heel erg ontspannen zelfs. Goed. Maar dat zelfs eigenlijk zo eigenlijk ontspannen was dat dan nog uiteindelijk nog een keer eigenlijk water bracht. Ja, wie weet. Ik begin al een beetje, de chauffeur in mij komt al wat naar boven. Ik begin al een beetje mijn route uit te plannen. Ik denk, ik weet eigenlijk wel bijna zeker, dat we waarschijnlijk morgen Spanje kunnen verlaten en dat we de grens met Frankrijk kunnen oversteken. Voor Frankrijk moet je een PCR-test hebben of sneltest heet het ook niet. Het is zo'n allogeentest of zo. Het heeft een specifieke naam, maar in ieder geval, als je zo'n sneltest hebt, dat is voor Frankrijk wel geldig. Ja. Voor als je naar Spanje komt, dan is een sneltest niet geldig.
Maar dat hadden we toen in orde gebracht. Maar dat was toen nog anders. Maar dat is nu, op dit moment dat ik dit zeg, is het wel zo. Het verandert inderdaad continu. Zoek het op als je nog gaat. Ja, ja, ja. Geloof niet wat ik allemaal zeg, hè, want het kan hier weer al veranderd zijn op de dag dat dit online komt. Het is in ieder geval zo, op dit moment zouden we morgen een negatieve test moeten kunnen voorleggen in Frankrijk. En dat mag ook een zelftest zijn. En we hebben besloten om die zelftest nog niet uit te voeren, maar pas te doen wanneer dat erom gevraagd wordt. Dus we zijn in bezit van een test. En als ze ons vragen om de uitslag, dan kunnen we die meteen gewoon doen op het moment dat ze het ons vragen. 3 minuten tijd toch? Voilà, dus, ja, ze moeten 3 minuten maar wachten op de uitslag. En dat is ook het eerlijkste, hè, want in principe kan je zo'n test, denk ik, dan anders gewoon thuis al doen. Of zelfs iemand, hè, of iemand anders laten doen en dat dan meenemen. Dat zou ook niet helemaal fair zijn, hè. Goed, het is hier druk aan het worden. Ja. Het wordt avond en dan komen de Spanjaarden buiten, de locals en ook de toeristen, die krijgen waarschijnlijk wel een beetje honger. Wij ook. Deze toeristen ook. Wij gaan wat eten en daarna kruipen ons bed in. En morgen zetten we onze reis verder. Morgen. Hasta mañana. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wil zien, dan klik je maar op één van deze knopjes.